Wij hadden een meneer op de afdeling met gevorderde dementie, maar die nog krachtig was, lichamelijk sterk. En die man die verzette zich als die moest worden gewassen door de verzorgenden elke ochtend. Hij begreep dat niet, hij werd agressief, hij sloeg. En omdat hij nog zo krachtig was, was het een groot probleem, want je kreeg een harde klap. En het was een keer gebeurd dat hij een verzorgende gebroken neus had geslagen. Er kwam een verzorgende die met zwangerschapsverlof was geweest, die kwam haar 2 maanden oude kindje laten zien. Dat is een zeer sterke, ongeconditioneerde stimulus, dat kindje. Want als je dat laat zien, zullen jullie ook je ervaring zijn. Mensen met dementie, hoe de mensen ook zijn, ze smelten. Kindje in de armen van die mevrouw, die meneer zit er 1 meter naast en die begint helemaal te lachen en te ontspannen. Hij kijkt naar dat kindje, dus het heeft effect op hem. En dit idee is geboren. Wij hadden een poster in het verpleeghuis met een grote afbeelding van een baby. Wij houden die poster voor het hoofd van die man. Die man lacht, ontspant, raakt het kind op de poster aan. Wij kochten 6 posters, leggen die man in zijn bed, kamerschermen eromheen, allemaal posters. Nu zou je het misschien met virtual reality kunnen doen. Die man ligt in zijn bed, ziet overal die baby, hij ontspant, hij lacht. We dachten, we kijken wat er gebeurt als we hem gaan wassen. Verzorgende gaat hem wassen, mis, hij sloeg net zo hard. Want op het moment dat hij werd gewassen, zag hij alleen die verzorgende nog maar, reageerde die daarop. Tot het moment dat we met de poster en een schort naar de multicopyshop gingen en de afbeelding van het baby heel groot lieten printen op het schort. De verzorgende droeg het schort en hij kon er niet meer aan ontsnappen. En na 4 weken zei ik tegen de verzorgende, nou kom ik morgen erbij, dan help ik je met wassen, maar je draagt het schort niet. Je snapt het mechanisme, hè? En ik weet nog dat de verzorgende zei, ik dacht het niet. Maar ze deed het toch en hij sloeg niet. Dus de conditionering was er. De dag erop, hij sloeg niet. De dag erop begon hij onrustig te worden. We weten dat het gaat gebeuren, het dooft uit. Extinctie noemen we dat. Dus de 4e dag het schort weer aan. Gemiddeld genomen, 1 keer in de 4 dagen het schort aan, heeft nooit meer geslagen. Dit is mijn vader, 1 weken voor zijn dood. Met mijn oudste dochter. Mijn vader is in 2012 overleden. Ja, het klassieke beeld, 1 jaar of 8 dementie, waarvan de 7 jaar thuis, samen met mijn moeder die Parkinson had. Ik ging naar de verpleging toe en ik zei, willen jullie mij de mensen aanwijzen die het goed vinden dat mijn vader bij ze in bed kruipt? En ze wezen me 2 dames en 2 heren aan. En mijn volgende stap was om met de familie te gaan praten, om te kijken of ik met ze op 1 lijn kon komen, want ik vond het een goed idee. Het was 50-50. Die dochter waar ik over spreek, dat was een intelligente vrouw en ik had een goed verhaal voorbereid, al zeg ik het zelf. En die dochter die keek me aan en toen ik was uitgesproken zei ze, meneer, ik begrijp uw punt, ik begrijp wat u bedoelt, maar het feest gaat niet door. Dat was treffend gezegd, want het was een feest voor mijn vader. En een feest, juist. Want ik vroeg aan die mevrouw ook, mag ik vragen waarom niet? En toen werd ze een beetje nijdig. Toen zei ze, ja, u kent mijn moeder niet, zei ze. Maar ik ken mijn moeder wel. En dit is absoluut niet mijn moeder. Dit is niks voor mijn moeder, dat had ze nooit gewild. Dit past niet bij haar, ik wil het niet hebben. Hij wordt wakker 's nachts. Hij is bang. Diepe dementie. En hij gaat op zoek naar de geruststellende aanwezigheid van een ander menselijk lichaam. Dat is intimiteit. Dat is een basisbehoefte. En dus is het geen probleem. Hè? Er waren 2 andere families die zeiden van, nou ja, als dat goed is voor uw vader en goed voor mijn vader, dan doen we dat toch. En zo dacht de verpleging er ook over. En zo komt het, zeg ik altijd, dat mijn vader het laatste jaar van zijn leven met wisselende partners heeft geslapen. En nu mijn moeder. Ik zei, wat vind je daarvan? Nou, zei mijn moeder, tot mijn verrassing, dat hij bij een andere man in bed kruipt, vind ik geen probleem.
maar dat hij bij een andere vrouw... Maar dat bij een andere vrouw in bed kruipt, dat vind ik een moeilijk en pijnlijk beeld, zei ze tegen me. Maar, voegde ze eraan toe, ik gun het hem, omdat ik van hem hou. En toen zei ik tegen mijn moeder, je bent geweldig. Want je begrijpt dat het dementie is, je begrijpt dat het een basisbehoefte is. Het is geen ontrouw. Je voelt je eigen pijn, dat begrijp ik. Maar toch kan je eroverheen stappen. En ik zal u vertellen... Ik vertelde dit verhaal aan die dochter die het had geweigerd, hoe mijn moeder had gereageerd. En 2 weken later kwam ze naar me terug en toen zei ze, ik blijf het moeilijk vinden, maar we moesten het toch maar proberen. Snap je het mechanisme? Dat is eigenlijk ook gewoon een tip, dat geldt ook voor jullie en mij. Een emotioneel bezwaar van iemand kun je alleen maar tackelen door een emotioneel argument.